Niels is een lieve sociale jongen van 18 jaar. Niels is geboren met een zuurstofgebrek en daardoor heeft hij een laag verstandelijk niveau. Heeft hij een visusprobleem? Is er wat spasticiteit? Niels komt eigenlijk nooit buiten, want vrienden heeft hij niet. En daardoor moet hij af en toe voor mij wel een keer de hond uitlaten om toch een keer naar buiten te komen en wat frisse lucht te pakken. In zijn vrije tijd zit Niels voornamelijk op zijn kamer te gamen. En dan speelt hij FIFA of dan speelt hij Forza. Zijn sociaal netwerk is heel klein. Omdat hij beperkt is, heeft hij weinig aansluiting met de jeugd hier in de buurt. Zijn voetbal is zijn lust en zijn leven daardoor. Wij hopen dat hij in de toekomst natuurlijk zelfstandig kan wonen. Dat hij een leuke werkplek kan vinden. Ik maak me eigenlijk ook wel zorgen over de toekomst van Niels, omdat de samenleving mensen met een beperking niet heel erg accepteert. Zijn wensberoep was eigenlijk vrachtwagenchauffeur, maar door zijn beperkingen is het halen van een rijbewijs niet mogelijk. Niels voetbalt sinds 2013 bij het G-team van FC Groningen. En daar heeft hij mooie ontwikkelingen doorgemaakt. En sinds 2020 mag hij meedoen in de bijzondere eredivisie. Dat betekent natuurlijk een enorme status en iets zijn, iets mogen zijn. En erkenning en blijdschap. Prachtig om te zien. Hoe de bijzondere eredivisie, nou, hoe dat gespeeld wordt. Kinderen en jongeren zijn enorm trots dat ze voor een FC Groningen mogen spelen in FC Groningen tenue. De bijzondere eredivisie, het daaraan mee mogen doen, het uitkomen voor zijn favoriete club met zijn groene hart. Ja, dat doet echt wat voor zijn eigen waarde en dat doet echt wat voor zijn zelfvertrouwen en motivatie en stimulans om verder te gaan en ook om hard te trainen. Als FC Groningen vinden wij het ongelooflijk belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te kunnen voetballen. En dat er geen voetballers onze FC Groningen tenue mogen dragen in deze prachtige competitie. We zien dat het zelfvertrouwen vergroot, dat ze blijven bewegen en dat ze zich kunnen ontwikkelen als mens. Het is natuurlijk mooi om te zien dat je kind zich ergens in kan ontwikkelen. Als je terugkijkt naar zijn geboorte en alles wat ertussenin zit. En dan zie je nu ineens een kind wat op het veld staat en trots is. En voor de plaatselijke voetbalclub de FC Groningen uit mag komen. Nou, dat is fantastisch.